Jolana Koene Oetheidse is afgelopen weekend Europees kampioen kickboksen geworden. In de wedstrijd die in Rotterdam werd gehouden, bleek Jolana in 5 ruim te sterk voor zijn tegenstander Joko Keulemans uit Belg. Jolana Koene kan boeten in de C-klasse tot 54 kilogram. Koene is pas 19 jaar en zijn tegenstander van afgelopen weekend was 7 jaar ouder. Het is voor het eerst dat Jolana de Europese titel pakt. Eerder won het al het Nederlands kampioenschap en de jeugd. Bij kickboksen is stoten en trappen toegestaan. De wedstrijd werd gejureerd en stond onder leiding van een scheidsrechter. Die had de regels in de gaten en greep in als de veiligheid in het geding is. Jolana Koene domineerde gedurende de hele wedstrijd. Met doet ze om de ring van het begin van ronde 3, toen het een flinke hoge trap te verwerken kreeg. De scheidsrechter gaf Jolana 8 tellen om te herstellen en daarna pakte het zich knap. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar. Dat kickboksen niet voor watjes is, bleek wel uit deze beelden. Die verkregen van het team van Jolana Lumpini Gym uit Linn. Jolana is vooral bokstechnisch ontzettend sterk. Kijk maar eens naar deze spinning backfist. Na 5 zeer intensieve rondes van 1,5 minuut, overigens onder zware omstandigheden in verband met de warmte, werden de winnaar bekendgemaakt. In de toekomst zal Jolana een klasse hoger uit komen, namelijk in de B-klasse. En het hoopt natuurlijk uiteindelijk in die A-klasse terecht te komen, waar de professionele kickboxers in Nederland in uitkomen.